Bent u een goede of een slechte slaper? Ik ben een goede slaper. Ja, en als u naar bed gaat, ja. Hoe lang duurt het voordat u in slaap valt? Afhankelijk van hoe ik me voel, maar binnen 5 minuten. En 's nachts veel wakker worden? Ja, 3 keer moet ik er even uit. Ja, om een plasje te doen, veronderstel ik. Ja. Ik kreeg op een gegeven ogenblik een huisarts. En die zegt, zit je ermee dat je niet kunt slapen? Ik zeg, ik kan niet. Hij zegt, nou ja, dan heb je gewoon extra een paar uurtjes tijd. Doe er wat mee. Ja, ja. Dat doe ik dan ook. Dus u bent ook iemand die weinig slaap nodig heeft? Ja, en dan ga ik 's nachts om 2 uur, als ik niet kan slapen, ga ik piano zitten spelen. Prachtig, tot ik toch? Meer noten fout speel. Nou goed. En dan ik slapen. Dan leg, ja, ja. Leg ik mijn kop op het kussen en dan ben ik ook weg ook. Op de 4 Nederlanders heeft last van slaapproblemen. Binnen ons team, dat uit 4 mensen bestaat, hebben 3 mensen last van slaapproblemen. Dat leek mij een goede aanleiding om te gaan kijken in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Want daar kan 80% van de ergste slaapproblemen effectief behandeld worden. Goedemorgen, Henk Wisbroek. Laurien Teunissen, goedemorgen. Een kwart van de mensen in Nederland heeft ongeveer slaapproblemen. Hoe komt dat? Mensen hebben veel aan hun hoofd en kunnen dat niet loslaten en kunnen dus daarom niet lekker gaan slapen. Nou heb ik wel eens gemerkt dat als je nou voor het naar bed gaan een paar borreltjes neemt, dat helpt wel, maar ook voor een korte tijd. Ja. Zijn er standaard dingen die je thuis kunt doen die eigenlijk wel altijd helpen? Je moet vast de bedtijden aanhouden en het uur voordat je gaat slapen proberen die zorgen kwijt te raken en je hoofd rustig te maken. En dan pas in je bed gaan liggen. En alcohol hoort daar dus helaas niet bij, want het werkt wel om lekker doezelig te worden. Maar na 1 of 2, 3 ben je weer klaar wakker. Nou vermoed ik dat iedereen wel eens een keertje slecht slaapt en daar wel mee kan leven en dat er... Maar een heel beperkt aantal mensen is die bijna altijd slecht slapen. Ja. Zijn dat de mensen die uiteindelijk hier komen? Ja, de mensen die hier komen, die hebben daar zoveel last van, langdurig, dat ze echt overdag forse problemen hebben. Als je dan hier eenmaal komt, wat doe je dan? Nou, ze hebben van tevoren al een lijst ingevuld. En als ze dan blijkt dat ze heel veel snurken en dan stoppen met ademhalen, dan gaan ze niet naar mij, dan gaan ze naar de longartsen en naar de KNO-artsen. Want dan kan het een probleem met de ademhaling zijn. Ik zie de mensen die problemen hebben met inslaapvallen of met doorslapen, maar ook wel mensen die last hebben van nachtmerries of slaapwandelen. En wat ik dan doe is dat ik eerst vraag hoe lang geleden is het begonnen, hoe erg is het overdag, hoe gaat dat precies, hoe laat ga je naar bed, hoe laat sta je op, wat doe je als je 's nachts niet kan slapen, ga je er dan uit... En dan in de meeste gevallen vragen we toch een slaaponderzoek aan om de hele nacht slaap een keer te registreren. Om te kijken wat er nou echt gebeurt. Kun je dat eens laten zien? Ja. Wear the dress your mother wore. Let me sleep beside you. Goedemorgen. Hallo Henk. Ik ben Marijke. Hi Henk. Caroline. Hi. En nu? We gaan een hele hoop dingen op je plakken. Wear the dress your mother wore. Let me sleep beside you. Zo. Je lengte? 1,82. En nu nog een pijnlijke vraag? 100 kilo. Ik begrijp hieruit dat er meer slaapproblemen zijn dan onrust in je hoofd. Ja. Nou, je hebt de bewegelijke benen, die kan je dus in de avond hebben, maar ook alleen tijdens de slaap. En dan wordt het heel moeilijk om in te slapen of in de diepe slaap te komen. En een derde belangrijke oorzaak is een
te veel avondmens zijn. Ja, en dat kan verworden tot een slaapprobleem. Want je hoort al van jongs af aan, je moet op tijd naar bed. Je moet nu gaan slapen, je mag er niet uitkomen. Ja. Dus de slapen wordt een stress. Ik moest vroeger als kind om 7 uur naar bed en lag ik om 11 uur nog wakker. Ja. Mensen, maar ook alle dieren hebben een bioritme, wat ongeveer 24 uur is. Ja. Het is vaak net ietsje langer. En als je bioritme te veel te lang is, dan ben je meer type avondmens. Is het juist een beetje aan de korte kant, ben je juist een ochtendmens. Wie hebben nou het meeste last, de avondmens of de ochtendmens? Als ik op mijn spreekuur kijk, hebben de mensen die avondmens zijn en daarbij nog redelijk veel slaap nodig hebben, het meeste last. Oh, want dat heb je ook nog. Ja. Want er zijn natuurlijk mensen, ik ben geen mens als ik mijn 7 uurtjes niet haal. Maar je hebt ook mensen die met 3, 4 uur toe kunnen. Ja, en dan word je president van Amerika. Is dat echt zo? Ja, dat zijn vaak korte slapers, die kunnen heel veel doen in hun dag. Opstaan. Oh. Gaan wij ondertussen door? Dit is vanzelfsprekend in scène gezet, want normaal gesproken als je zo uitgerust bent, dan ga je liggen en moet je gaan slapen. Nee, de meeste mensen gaan hier naar huis met het kastje. Met al deze draden op. Het kan zijn dat je lekker ligt te slapen en dat er iets met je ademhaling gebeurt. Die stopt even. En dan zie ik aan die draadjes op het hoofd, die de hersenactiviteit registreren, dat je wakker wordt daaruit. Ik kan bijvoorbeeld ook zien aan de draadjes op de benen, dat je een beenbeweging maakt en daaruit wakker wordt. Maar het kan ook zijn dat ik zie dat je heel vaak wakker wordt, zonder dat er iets met die benen of die ademhaling gebeuren. En dan heb jij een probleem, want dan weet je ook niet wat je doen moet. Ja, dan heeft dat waarschijnlijk met dat onrustige hoofd te maken. En dan hebben we een slaaptherapeut. Die kan mensen helpen van welke tijd ga je nou naar bed? Wat doe je vooraf? Hoe komt het dat je zo onrustig bent? Is daar wat aan te doen? En dat leidt tot zeker 80% tot verbetering van de slaap. Slaap je zelf goed? Ik slaap uitstekend. Ik heb het zo druk overdag dat ik echt moe ben als ik naar bed ga. Dankjewel. In de meeste gevallen betekent het hebben van slaapproblemen dat je niet genoeg slaap kunt krijgen. Er is ook een slaapprobleem dat inhoudt dat je niet wakker kunt blijven. Goedemiddag. Goedemiddag. Henk. Ines van Uchten. Mag ik binnenkomen? Natuurlijk. Ines, ik wil een beetje opschieten, want jij hebt problemen om wakker te blijven. Toch? Maar dan hoef je niet op te schieten. Maar 5, 6 uur is echt een maximum voor me, met alles erop en eraan. Slapen bedoel je? Nee, op zijn, wakker zijn. Oh, wakker zijn? Dus jij bent nooit langer dan 5, 6 uur achter elkaar wakker? Nee, nee. Heb je dat altijd gehad? Nee. Ik heb waarschijnlijk een virus in mijn hersenen gehad die de narcolepsie als gevolg heeft gehad. Die heeft mijn kleine hersenen aangetast. En dat heb je dan voor de rest van je leven? Ja, daar kom je nooit, meer vanaf. Nee. Hoe laat ga je naar bed? Om 10:30 ongeveer. En hoe laat sta je dan op? Om 10:30, 11:00. Dus dan heb je er al zo'n 12 uur op zitten. En nou, dan word je wakker, dan ga je wat doen. En wanneer ga je dan weer naar bed? Nou, dan ga ik wat doen. Nee, dan moet ik eerst bijkomen. Dan moet ik eerst mijn medicijn innemen. Echt waar? Anders blijf je niet wakker? Nee, anders blijf ik. Ik kan de hele dag door blijven slapen, ja. Dus om jou wakker te houden, moet je eigenlijk hele goede stimulansen hebben. Ja, ik ben overdag ook heel erg druk. Puur om bezig, ik hou mezelf bezig, want anders val ik in slaap, ja. Dus dat lijkt, als je nou een verjaardagsfeestje hebt en iemand zit een saai verhaal te vertellen, dan ben jij de eerste die wegdoezelt, ja, toch? Ja. Ik moet wel eens toneel spelen. Nee, dan, nee. Dan zit iemand een verhaal tegen te vertellen, denk ik bij de derde zin al. Oh, en dat gaat nog 1,5 uur duren, ik heb een paar van die ooms. Dat moet je vooral niet doen, gapen, want kan jij daar niet tegen? Nou, dan begin ik gelijk ook te gapen, ja. Oh, wacht even, ja. Dus als ik 10 keer achter elkaar gaap, dan ga jij gestrekt hier? Dan, nou, nu inderdaad ook, maar dat is ook weer wat anders, dat is de cataplexie aanvallen. Dat zijn spierverlammingen.
En als je spierverlamming krijgt, wat gebeurt er dan? Dan zak je door je benen of de koffie valt uit je handen. Of, dus eigenlijk moet ik zo uitdrukkingsloos mogelijk naar jou kijken. Hey, narcolepsie. Betekent dat ook dat je heel veel dingen die wij, mensen die het niet hebben, volkomen normaal vinden, niet meer kan doen? Ja. Zoals? Eten koken. En lezen en ja, gewoon alle dagelijkse dingen. Dat kost zoveel energie dat je dan zo moe bent dat je dus eigenlijk maar weer gaat slapen. These restless nights go away from you. Jij brengt jouw leven eigenlijk vooral slapend door. Ja, ja. Droom je dan veel? Ja. Ja. Leuke dromen? De bijkomsten van de narcolepsie zijn hypnagoge hallucinaties. Pardon? Hypnagogie? Levensechte dromen. Dat zijn dromen die zo levensecht zijn dat je niet meer weet of je nu droomt of dat je het echt meemaakt. Dus met een beetje pech denk jij over 10 minuten dat dit gesprek tussen ons eigenlijk een droomgesprek is? Bijvoorbeeld. No other arms can. Het heeft ook jaren geduurd voordat men wist wat het was. En dat is het probleem van narcolepsiepatiënten. Men gaat naar de huisarts omdat je zo moe bent. En ja, maar je zou wat te veel gedaan hebben of een beetje over je toeren zijn. Dus je krijgt het kalmeringstablet vaak, waardoor je dus nog sneller gaat slapen. Ja, ja. En jij moet opkikkertjes hebben. Precies, en uiteindelijk zijn er dus heel erg veel narcolepsiepatiënten in de psychiatrie terechtgekomen. En hoe reageert die buitenwereld? Mensen willen geen contact meer. Ah, mensen, nee. Mensen lopen ervoor weg. Omdat je dus maar een paar uur echt wakker bent en aanwezig bent. En dan moet men rekening houden met... Die uren moeten ze langskomen. Bijvoorbeeld. Dus ja. Het gevolg daarvan is je toch een beetje vereenzaamd. Absoluut. Absoluut. Je wereld wordt heel klein. Eén ding kan ik tegen jou niet zeggen. Jij hebt geen slaapstoornis waarvan ik kan zeggen, oh, daar lig ik wel eens wakker van. Dank je wel. Dag Utrechtse vriend. Ja, goede slapers alle twee. Wij zijn goede slapers. Maar u wat minder, begrijp ik. Ja. Ja. Is het dus, mag ik veronderstellen dat u getrouwd bent? Echt waar? Nou ja, op hetzelfde geld bent u minnaar en minnares. Ja, dan zeg ik iets heel verkeerds. Ja. Oh, nee. Maar u valt gelijk in slaap en u hebt wat meer moeite om in slaap te vallen. Ja. Hoe lang kan dat bij u duren? Nou, een half uur misschien. Ik moet eerst even puzzelen. Ja, ja, ja. Sommige mensen lezen eerst. U gaat puzzelen. Ik ga puzzelen. En u? Ik ga altijd met deze plat. Hup, weer weg. Ja. En is een van u tweeën snurken? Ik niet. Ja, ja. Laat ik het zo zeggen. Ze snurken al 50 jaar lang. Echt waar? Ja. Van de week. We zijn zaterdag 50 jaar getrouwd. Dus. Even kijken, dus u snurkt al 50 jaar en hij snurkt al 50 jaar niet. Nee. Ik tandenknars. Ja, tandenknars? Ja. En word je dan van dat geknars niet wakker zelf? Nee, maar het is 's ochtends wel dat als ik het doe, dan heb ik wel... Af en toe als ik 's ochtends wakker word, moet je kaken, maar verder... Maar verder niks. Ik moet eerlijk zeggen, het gaat voor mij weer een nieuwe wereld open op slapen. Ja, nou, dan leer je ook nog wat. Toch? Ja. Ben jij een goede slaper? Nee. Nee? Nee. Dan hebben we wat gemeen, maar zouden er ook dieren zijn zoals jij en ik die slecht kunnen slapen? Ja, want dat heeft mijn hond ook. Echt waar? Ja, serieus. Want als ik slaap, dan
gaat hij zijn rust nemen. Maar als ik echt de hele dag door de huis heen rondloop, dan loopt hij achter me aan natuurlijk. Maar als ik mijn rust neem, dan gaat hij ook op zijn positie. Oh. Dus dat is wel apart. Maar of dat met slaapritme te maken heeft, dat durf ik niet te zeggen. Dieren zijn in het opzicht van slapen net mensen. In die betekenis, ze doen het ook. Maar hebben ze ook wel eens last van slaapgebrek? Hebben ze wel eens de behoefte om in een bed te slapen met een soort van deken eromheen? Het beste kan ik dat vragen aan iemand die er verstand van heeft over een dier dat het dichtst bij de mens staat. De aap. Hoi, Henk. Hoi, Willem. Willem, dit zijn chimpansees. Klopt, helemaal. Mensapen, hè? Mensapen. Slapen die ook als mensen? Nou, in ieder geval hetzelfde ritme, om het zo te zeggen. Dus s'nachts veel slapen, overdag ook wel eens rusten. Maar ja, zoals je weet, ze staan heel dicht bij de mens. Dus eigenlijk alles wat wij doen, dat zie je bij hun gauw terug. En betekent dat ook dat je apen hebt die meer avondapen zijn en anderen die meer ochtendapen zijn? Dat klopt. Je hebt in ieder geval een aantal met een ochtendhumeur. Dus ja, dat zie je wel duidelijk terug. Ja. Volwassen mensen hebben de neiging om het liefst met z'n tweeën te willen slapen. Hebben apen dat ook? In familiegroepen wel. Dus onze groep bestaat uit verschillende sub-familiegroepjes, noemen we dat. En die liggen dan 's nachts gezellig tegen elkaar aan. Of in hetzelfde nestje. Elke nacht maken ze hun eigen bedje. Jij zei straks dat sommige apen last hebben van een ochtendhumeur. Klopt. Hoe merk je dat nou? Nou, wij komen dan 's ochtends en dan zijn we 's ochtends in de keuken bezig. Dan horen ze ons wel aankomen. Maar dan hebben ze eigenlijk, of ze liggen nog te slapen of ze beginnen net honger te krijgen. En dan zijn sommigen heel vriendelijk. Maar we hebben er ook een aantal die gooien dus dan 's ochtends met wat poep naar ons. Of andere uitwerpselen of alles wat ze tegenkomen. Bijten ze ook of zo? Als ze de kans krijgen, zullen ze dat zeker doen. Dit zijn dus hun bedjes. Hier, nou, je ziet het voorbeelden ervan. Sommigen slapen op de grond. Nou, je ziet hier wat er kan gebeurd zijn. Hij gaat hier in het midden zitten, gaat er om zich heen, schudt het een beetje op. Ja. Gaat hier liggen. En anderen maken er, je ziet het hier, zoiets van. Met een dikke laag erin. Dit gebruiken ze dus ook. Hier gaan ze de dekentjes? Krijgen. Als dekentje, inderdaad. Kunnen ze over hun benen leggen of ook op de grond en het een beetje aan. En sommigen kunnen er dus zo'n uitgebreid ritueel van maken dat ik soms wel eens zelf moe van word. Oh, kijk eens. De Cheetah. Dat is een hardlopertje. Dat is een hele harde loper, ja. Die zijn tot de 110, 120 kilometer per uur. Geloof ik graag, maar dat doen ze als ze wakker zijn. Klopt. En hoeveel uur slaapt zo'n beestje nou per dag? Nou, katten staan bekend omdat ze heel veel slapen. Die kunnen tot 20 uur als het moet. Een leeuw is dat bekend van, tot 21, 22 uur per nacht. In bepaalde dagen echt wel slapen. Als jij niemand hebt waar je druk over hoeft te maken, of niet bang hoeft te zijn dat iemand je iets doet. Voor de otter hoeven niet bang te wezen, nee, toch? Dus. En zitten er ook nooit van die cheetahs bij of leeuwen die een beetje last van slapeloosheid hebben? Of komt dat niet voor in die dieren? Nee, in die dieren bijna niet. Nee. Oh, wat een heerlijkheid, hè? Wat heerlijk. Ja, inderdaad. Slapen flamingo's wel eens op één been? Klopt. Klopt. Dat een fabeltje. Nee, ja, er zijn heel veel. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom ze dat doen. En of ze echt altijd. Ze zeggen van het kan zijn dat ze het om het uitrusten doen. Een beetje het gewicht verdelen. Het gaat ook over temperatuurregulatie, wat nu vaker gezegd wordt. Er komen natuurlijk vaker gebieden voor waar het wat warmer is. En in het water kan het daardoor ook heel snel afkoelen als je in koud water gaat staan. Maar dus dan ga je op één been staan en koel je kan dan minder snel maar af. Maar zelfs daar, er zijn er nog dingen waar het gewoon nog niet bekend is. Er zijn toch nog wat vraagtekens. Maar ze doen het wel op ze doen het wel. Oké. Okay. Hoe slapen die beesten? Gaan ze er gewoon bij liggen? Weinig. Een giraf is, zoals je ziet, staat heel hoog op zijn poten. Ja? En zodra die gaat liggen of zijn kop naar beneden gaat doen, een spreiden bij drinken is hetzelfde verhaal. Gaan ze soms kun je misschien heel moeilijk staan. Ja, dan gaan ze zo staan. Inderdaad. Ja. Zijn ze heel kwetsbaar. Voordat ze overeind staan, lange benen, dat ben je wel even hoe bezig. Hoe lossen ze dat dan op? Slapen ze weinig? Of klopt.
Slapen of hebben ze een soort bewakingsdienst eromheen? Slapen heel weinig. Grotere zoogdieren, hoefdieren in dit geval, slapen sowieso heel weinig. Okay, is dat zo? Ja, vaak bij dieren die prooidieren zijn, zie je dat die met minder slaap toe kunnen. Oh. Of in ieder geval wel slapen, maar niet echt zoals wij dat kennen. Niet een beetje, diepe slaap. Nee, een beetje een remslaapje. Maar het grappige aan giraffen is weer dat een giraf, heel veel wij zijn gewend of kennen, als je gaat slapen leg je je hoofd lekker in het kussen, ja. Lekker rusten. Een giraf kan zijn hoofd niet plat op de grond leggen of sowieso nooit te rusten leggen. Waarom niet? Omdat hij, nou je ziet het lange nek, ja. Het bloed moet daar naartoe vervoerd worden. Dat hart is al een heel groot hart, moet hard werken om dat bloed daar naartoe te halen en die zuurstof zo rond te pompen. Zodra die gaat liggen, krijgt hij problemen met zijn bloedsomloop. Want dan gaat al dat bloed naar zijn hoofd en weer terug. Bom, explodeert zijn hoofd. Zo kan je het ongeveer omschrijven. Ja. Dus dat, eigenlijk kunnen ze nooit hun hoofd te rusten. Dus als zij gaan liggen, dan zitten ze eigenlijk. Ik heb opgestoken vandaag, hoe ouder mensen worden, des te minder slaap ze nodig hebben. Is dat bij beesten ook zo? Nou, zeker. Jonge dieren slapen altijd veel meer. Hebben jullie toevallig een jong diertje paraat? Een heel jong diertje paraat. Hij ligt daar precies tussen de benen van, ja, inderdaad. Van mama te slapen. Ja, onder moeder lekker veilig. En deze slaapt nog wel het merendeel van de dag. Dus. Ja, hoeveel uur per dag? Nou ja, ik denk zo'n beetje de helft. Misschien nog iets meer. En dan komen mensen allemaal naar het kleine olifantje kijken. Maar hij is jong, dus hij slaapt veel. Klopt. Leidt dat tot enige visuele teleurstelling? Nee, denk het niet. Het is leuker als hij wakker is natuurlijk. Dus wat is hij aan het spelen. Maar dat zal steeds meer uitbreiden. Hoe ouder die wordt, hoe minder slaap hij nodig heeft. Ja, dan moeten ze maar een keer terugkomen als hij groot is. Inderdaad. Dan heeft hij een naam ook. Ook dat. Dankjewel, Willem. Nee. Henk. Ja. Henk. Jo. Henk, wakker worden. Tot volgende week allemaal. Dat boek wat daar, dat staat hier op. Staat hier op. Iedereen kan het thuis al bekijken. Maar ik heb beter een dag werken als een uur lezen. Zoveel inspanning kost dat het kost jou. Zoveel inspanning, ja. Op het moment dat je bijvoorbeeld het woord onder hebt en die eerste N, hè, die draai je om, dan wordt het ouder. En dat doen dyslecten dus.